Oké, boys, geen tijd om een nieuw video-idee uit te leggen, want hier zijn waarschijnlijk andere mensen. Zien jullie die kist daar? Dat is de legendarische kist. Oké, wat zit erin? RPG, weet je wat? Prima, Jima. Ik ga die slurp potion ook meteen innemen. De bedoeling van vandaag is gewoon dat ik ieder potje probeer een legendarische kist te pakken. En vervolgens met de loot die ik daaruit krijg het potje verder spelen. In eerste instantie wilde ik een challenge doen waarin ik alleen maar de loot uit de legendarische kist mocht gebruiken. Totdat Lachlan in één keer die video uploadde. Ben ik trouwens nou echt de enige hier in de blok? Ah, shit. Yo, ik ben letterlijk gewoon weer helemaal de enige. De bus ging niet eens zo ver hier vandaan. Is de hype van de blok nu gewoon weg? Wil niemand hier in één keer naartoe gaan? Ik bedoel, short thing. Dan neem ik deze chest wel. Hé, kijk eens aan. Gouden AK. Dankjewel. Oké, in één keer zijn er nog maar 15 mensen op de map. Hé, daar loopt ook iemand. Oh, hij staat stil. Hey, we got him, boys! Oké, hier wat met metaal gebouwd. Sowieso dat hij hier is. What are you doing up there, brother? Boom! Uh-oh. Mannen, dit is het. Nee! A few moments later. Volgens mij hoor ik allemaal shit boven me. Oh nee, daar zit iemand. My man, where are you going? Why are you running? Ja, ik kan de voetstappen gewoon volgen, vriend. Waar is hij heen gegaan? Ik hoor in één keer zijn voetstappen niet meer. Hij zit sowieso ergens te campen. Oh. Waar heeft hij... Oké, nou hier staat blijkbaar een jump pad. Ik ben letterlijk weer maar één iemand tegengekomen. En ik heb deze keer niet eens een AR gevonden. Ik snap waarom hier niet veel mensen landen. Het is echt kut loot. Oh, er is hier iemand. Could you please stop doing that, sir? What you say to me, little shit? Thank you very much. Dat was echt, echt een dikke choke fight. My high ground now, boy. Oh. What the fuck, dat meen je? Hey, that's pretty nice. Oh, what the fuck? Go crazy! Go stupid! Go crazy! Jezus, wat is de fucking tactical ruggun? Dankjewel voor de gouden pump. Zagen jullie dat? Ik moest letterlijk echt 35 keer op hem schieten voordat hij doodging. Kom op, is er hier iemand? Ik wil een trickshot maken. Oh, daar. Ah, you gotta be fucking kidding me. Boom, bam, bop. Haha, bitch. Uh-oh. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Fuck dit. Oké, het is inmiddels de volgende dag. Ineens is er een compleet nieuwe blok. Maar het goede nieuws is, ook in deze blok is er een geheime kist. En ik weet hoe je hem moet vinden, maar ik land nu wel heel kut. Want eigenlijk moet je op de bovenkant landen. Ga ik hem halen? Ik weet het niet. Hij is letterlijk hier. Hey! RPG. Waar is die andere guy? Hij wil hem ook hebben, of niet? Wacht, waar is hij heen gegaan? In ieder geval, er is een makkelijkere manier om de kist te pakken. Dan moet je gewoon bovenop landen, de vloer onder je weg editen. Dan val je naar beneden en dan val je letterlijk gewoon op de kist. Maar dit werkt ook. Oké, onnodige fall damage. Very nice. Hey, what's up, neef? What the fuck? Oké, daar gaat hij. Holy shit, die guy die leefde langer dan ik dacht. Alright, laten we... Oh, what the fuck? Ik wil letterlijk net iemand bouwen. Ik wilde net de gijzer pakken. Oh shit, deze guy kan wel snel bouwen. En ik niet. Oh, where are you at, brother? Ah, fuck it, we gaan er gewoon heen. Wee. What the fuck in één keer? Hoeveel mensen zijn hier? Uh-oh. Huh?
Hell yeah, brother. Oké, de snelste manier om de geheime kist te pakken is om hier te landen. Dit weg te editen, naar beneden vallen op de piramide. En boom, hier heb je de kist. Wauw, en we hebben weer een RPG gekregen, dames en heren. Very... What the fuck? Ik ben hier niet alleen. Uh-oh. 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 Oké, dat was een heel ongemakkelijk gevecht. Hallo, motherfucker. There you go, brother. Bitch! Oh my god, ik had hem. Ik had een lucky headshot. Kom naar beneden, pik. En nu springt hij naar beneden. Man bro, wat doe jij? Wacht, wat? Oké dan. Blijkbaar ook iemand. Is dit weer dezelfde soccer skin? Try hard. Holy shit. Uh-oh. No thank you. Oh, what the fuck? Woe. Oké, zweet. Uh-oh, de laatste guy is hier nu ook. Nee! En die guy heeft sowieso 0 kills. Hij zag er echt uit als een noob. Hij heeft 1 kill. Oké, hij heeft 2 kills. Fuck, we zijn tweede geworden. Oh, wat ongelooflijk zonde. Oké, ik was dus nu net dit aan het editen. Trouwens, ik zit op het kantoor. Hey, ik heb mijn setup hier naartoe gemoved. Dus dit is vanaf nu de nieuwe achtergrond, oké? In ieder geval, ik was de video aan het editen. In één keer zit er onder het tweede gedeelte geen Fortnite audio. Ook al was de opname eigenlijk al klaar. Op een gegeven moment word ik tweede in een potje en heb ik iets van 5 kills of zo. En ik dacht, oké, weet je wat? Het is mooi geweest. Hey, 3 keer raden. Audio doet het niet. Dus we gaan lekker nog een potje spelen. Maakt niet uit of het een goed potje gaat worden of een slecht potje. Hij gaat in de video. Laat trouwens even weten wat jullie van de nieuwe achtergrond vinden. Oké, boys, tilt the towers it is. Oh, ik ga dat net niet halen. Fuck. Oké, ik ga naar deze huis toe. Kom op hier, kist. Oh no. Hij zit achter me. Laat me met rust. Hey. Later, ah. Weet je wat? Tot nu toe is de loot best wel goed. Volgens mij hoor ik hier ook. Ja. Oké, ik moet echt. Ik moet die close range battles hebben. Dat is 1. Waar is de andere guy? Oh, hij is daar. Gouden scar. Thank you. Er is iemand anders hier naartoe geland. Fucking third party. Oh, hij is daar op het dak. Waar is hij? Oh, daar. Oh, dit is zo chaotisch. Oh, nee. Oh, iemand is doodgegaan. Kan ik alsjeblieft met rust gelaten worden? Dankjewel. Bedankt, mannen. Ik had meer kills moeten pakken dan. Maar jongen, alles explodeerde om me heen en weet ik veel. Nee! Precies, waarom dat moment? Komt hij hier? Ja, hij volgt me. Oh! Bitch! Motherfucker! Hij was helemaal niet zo goed, dus waarom ben ik zo trots op deze kill? Het was best wel een bot. Oh nee. Fuck off. Wat gaat deze guy hoog? Kan ik hem niet naar beneden halen? Oh, ik hoor hem. Oh, 200 hit met de pump. Dat was puur geluk waarschijnlijk. Nee, nee, nee. No, bro. Hey, later houden. Hij moet toch naar mij toe komen om uit de zone te gaan. En ik heb absoluut geen zin om in de zone te vechten. In ieder geval, ik ga niet op... Oh, what the frick? Deze guy heeft high ground en alles. Wacht, wat hij nog third party of ben ik nog gek?
Nee, volgens mij niet. But it's my high ground now, boy. Oh nee, wacht, er zijn meerdere mensen hier. Er was hier toch nog een guy? Ik heb geen flauw idee waar die andere guy heen is gegaan. Ik zou het niet weten. Oh, what the fuck? Is dat hem niet? Hey, Michael. Fuck! Oh, hell yeah, brother. Nee, kutmuur! Doe het niet. Bouw jezelf niet in. Het is het niet waard. Oh! What the fuck? Dat was zoveel paniek. Uh-oh. Fucking John Wick, try hard. Ga weg. Uh-oh, dit is allemaal van hem. Heb ik high ground? Volgens mij heb ik high ground. Ja. Oh, what the fuck? Was hij zo low? Oh! Oh, hij is zo bijna dood. Hij is zo bijna dood. De aim! De aim! Uh-oh. Hell yeah. Thanks for the shields. Ik kon ze oprecht goed gebruiken. Hey, gouden P90. De rest kan ik allemaal niet meenemen. Hoe graag ik het ook zou willen, het kan niet. Oh shit. Oké, ze zijn daar aan het vechten. Ga ik third partyen? Ik weet het niet. Moet ik gaan third partyen? Oké, ze zijn hier aan het vechten. Ik wil eigenlijk helemaal niet gaan third partyen. Maar ik ga het lekker toch doen. Ik wil die 10 kill win. Fuck jou, brother. Nee, doe het niet. Uh-oh, we worden beschoten van een andere kant. Vanaf waar werden we... Oh, door hem. Peek, 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 snel. Ik ga weg. Oké. Uh-oh. Holy shit. Ik heb geen zin om zo fucking hoog in de lucht te hangen en dan een gekke beeldbattle met iemand te beginnen en dan door iemand anders naar beneden geknald te worden. No thank you. Ik heb het idee dat hier ook nog ergens iemand zit te campen. Oké, de sauna is helemaal aan de andere kant van mij, dus ik ga gewoon via de border aan de zijkant ga ik erheen. Wat is de tactiek hierachter, vraag je je af? Ja, hopen dat ik niet doodgeschoten word. Hey, wacht eens even. Hey, wacht eens even. Misschien kan ik hier een angle op deze guy pakken. Moet ik wel oppassen voor hem. Ik weet niet waar hij nu zit. Oké, nee, ik moet rennen voor de zone. Hey, later. Oh. That's pretty nice. Thank you for the kill, ouwe. Oh, wacht, daar zit ook iemand. Fuck. Misschien kan het nog... Oké, ik ben fucked. Ik ben heel erg fucked. Ja. Ik wil wel graag naar beneden eigenlijk. Fuck mijn mini shields. Ik wil gewoon niet doodgaan. Dat is het algemene plan. Oh, de ene laatste guy is net doodgesnapt. Oké, de enige guy die nog over is, is degene op de hill daar. Die gaat waarschijnlijk niet naar beneden komen, omdat hij perfecte high ground heeft. Even zien, zit hij daar nog? No fucking way! Oh, ik had deze game moeten winnen. 8 kills, deze guy heeft 6 kills. Hey, hopelijk is mijn audio nu wel opgenomen. Mannen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie de video leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Wat vinden jullie van de nieuwe achtergrond? Hey, that's pretty nice. Bedankt voor het kijken. Later.